Keep it in the ground. Keep it. In Rotterdam hebben vrijdag tientallen jongeren meegelopen in een klimaatmars. Het klimaatbeleid van de stad kan voor deze groep niet streng genoeg zijn. Wij hopen te bereiken dat het vandaag duidelijk wordt hier bij de gemeente en bij de mensen in Rotterdam. Dat ook hier actie voorgaan moet worden om de transitie effectief aan te kunnen pakken. En verder hopen we natuurlijk aan het stadhuis en aan de gemeente te laten zien dat er wel een grote groep jongeren is die wat wil doen aan het klimaat. En die toch wel echt daadkrachtig duurzaamheidsbeleid wil. De klimaatcrisis is een noodgeval. Er gebeurt veel te weinig om de klimaatcrisis hoofd te bieden. Begin maar eens met het afschaffen van de vrije kerosine. Dat er belasting komt op de kerosine. Dus niet zoveel naar Lissabon voor 2 dagen, hè? Jullie ook niet, hè? Ja. Er zijn nog heel veel andere stappen die ze kunnen nemen. Maar autoluw maken van straten of inzetten op meer duurzame auto's. Ja, dat moeten hun weten. Maar als ze allemaal uit Rotterdam komen, mogen ze het hier doen. Maar anders doen ze het lekker in eigen stad. Het is hun mening, maar ik sta anders voor. Nou, het deed mij enorm denken aan heel erg vroeger, want ik ben een oude man inmiddels. Jaren 70, toen liep ik ook zo. Maar ja, het is opvallend om dat weer te zien. I think it's absolutely beautiful. And it's necessary, and there should be more. Ik denk dat we er allemaal voor zijn. Dat het dus, en ook leuk dat het allemaal jongelui zijn die daar zo op reageren en protesteren. En ik hoop dat ze er succes mee hebben. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!